Ja, Sergio Pat, er was heel wat om jou te doen weer na de wedstrijd tegen Ajax, hè? Ja, we spelen tegen RKC Waalwijk en we gaan het daarover hebben, toch? Ja, nee, maar ik bedoel, maar wat doet dat met jou als je dat zo weer hoort over die reacties? Ja, vorig jaar deze tijd zat ik in een hele andere periode, toen had ik iets veel ergers meegemaakt. Nou, dit is niet erg, dit is... Op mij wordt nou eenmaal gelet. Ik denk dat andere keepers het zouden doen, dat het niet gezien zou worden. En daar komt bij dat mijn hiel al uit mijn schoen was, omdat ik zeg maar in duel kwam. En daardoor dacht van, nou, dan kan ik hem beter helemaal uitdoen. Want als mijn hiel er al uit is, dan kom ik niet in mijn voetbalschoen meer, omdat hij strak zit. Hey, maar dit wordt altijd weer uitvergroot dan, hè, zulke acties? Ja. Nou, dat is 1-2 dagen volgens mij even geweest. En ik trek me daar niks van aan. Het is wel vaker de laatste tijd kom ik wel wat meer in het nieuws. Als er iets kleins gebeurt, waar dan ook, dan het gaat over mij, dan vinden mensen het nog wel interessanter om het te vertellen dan dat het over een andere speler gaat. Ja, maar ik bedoel daarmee, alles is toch geoorloofd om te winnen? Ja, maar nogmaals, het was niet een bewuste keuze dat ik dacht van, hey, ik ga mijn schoen een keer in de wedstrijd uitdoen, want dat kost weer een minuut of anderhalve minuut. Wat ik al zei, op het moment dat ik in duel kom met volgens mij Daley Blind of Charlie Benschop, een van de twee, valt mijn schoen half uit. Waardoor ik dacht van, ja, dit is niet genoeg om te zeggen van, mijn schoen is uit. Maar één ding is zeker, ik had hem niet meer aan kunnen doen, omdat mijn hiel er al uit was. Dus ik moest hem wel losmaken en gaan strikken. Maar hoe ik het dan vervolgens deed om helemaal mijn schoen met mijn andere schoenen uit te gaan doen. Ja, dat zag er zeker omdat er achter een camera was niet helemaal goed uit natuurlijk. Nee, achterna kun je erom lachen. En hoe makkelijk is het dan om de knop om te zetten naar RKC Waalwijk? Ja, nee, kijk, dat is gewoon gebeurd. Dat is op tv geweest, maar dat is ook klaar. En voor mij maakt het verder niet uit. RKC is gewoon een lastige wedstrijd. Waarom? Wij zijn de favoriet en wij zijn verplicht om tegen RKC te winnen. En hun hebben niks te verliezen. Het is een aangeslagen ploeg en daar moeten we voor oppassen. En die hebben we geanalyseerd. En wij moeten gewoon zorgen dat wij hun gelijk bij de strot pakken en geen lucht geven. En dat is hoe we hun moeten bestrijden, denk ik. RKC Waalwijk, de meeste goals tegen op dit moment. En de FC Groningen, die scoren het minste. Ja, wat voor wedstrijd kun je krijgen? 0-0. Ja, daar zitten we niet op te wachten, denk ik. We scoren veel. Nee, wij gaan gewoon voor de... We hebben laten zien dat we hartstikke goed kunnen voetballen. En dat het nog niet altijd heel erg mee zit in de afwerking. Maar dat is een kwestie van tijd. Uiteindelijk gaan we echt wel die goals maken. En ik ben ervan overtuigd als een paar spelers die eerste goal maken, dat ze er echt wel veel meer gaan maken. Dat ze het vertrouwen voelen en... Dat we gewoon gemiddeld gaan scoren en hopelijk niet zoveel tegendoelpunten blijven houden. Wat is de kracht van dit RKC, denk je? Ja, nou op dit moment is het een hele aangeslagen ploeg. Ik heb vorige wedstrijd gezien, kregen twee spelers ook nog ruzie. Keeper en de linksback. Dus ja, dat rommelt daar nu wel. Maar aan de andere kant, ze zullen de koppen bij elkaar gestoken hebben. En gezegd hebben dat ze nu als team moeten gaan opstaan. En daar moeten we gewoon voor waken. En ik denk dat ze hebben een behendig middenveld. Dus we moeten gewoon hun op de flikker zitten en geen lucht geven. Ja, maar heel veel mensen, ook de supporters van FC Groningen, die verwachten gewoon 3 punten voor jullie. Hoe moeilijk is dat voor jullie? Ja, daar hebben we nog wel eens wat moeite mee gehad. Tegen Heracles verwachten mensen ook de 3 punten. En ja, VVV ook. En ja, tegen ploegen, als we gewoon wat meer kunnen inzakken, dan zijn we tot nu toe hebben we laten zien dat we dat heel goed kunnen. Dat we dat ook PSV en Ajax nog even moeilijk kunnen, nog lastig kunnen maken. Maar tegen ploegen, nou, dat wij moeten laten zien, ja, dan moeten we het niveau van Zwolle halen. Dat we hun geen seconde ruimte geven. En dat we vanaf het begin aangeven, hier valt niks te halen. En als we dat halen, dan winnen we van RKC. Altijd een voordeel van jullie, denk ik, dit seizoen. Je hebt AZ uitgehaald, je hebt PSV uitgehaald, je hebt Ajax uitgehaald. Ja, 3 hele zware tegenstanders heb je al uitgehaald. Daar kun je nu van profiteren, denk ik. Ja, nou, die hebben we inderdaad gehad. En dan hoeven we daar niet meer naartoe. En nu komt er een rijtje waar we de punten tegen kunnen en moeten pakken. En ja, daar gaan we vol voor.
Is dan lekker op vrijdagavond voetballen en aan het weekend lekker achterover in je stoel kijken wat de rest doet? Nou, dat antwoord kan je wel raden. Dat is puur met het resultaat gebonden. Als jij wint die wedstrijd, dan is het heerlijk om zaterdag en zondag voetbal te gaan kijken. En te kijken wat de rest doet. Als je geen resultaat haalt, dan blijft de tv uit.